Biennale di Milano, a theatre that has always been connected to design, was at the avant-première of the documentary film Maarten van Severen, Addicted to Every Possibility. En je gaat dat zien, die leuven, dus die gaan allemaal ook mee dalen enzovoort. Wie trekt ons dan naar boven? Nee, maar er staat zo'n raaf, dat is zo'n grote kolom onder, die zo 10 meter in de grond zit. Ah, zo, zo. Ja. Het spannende was om dingen samen te maken. Dat overkomt me niet zo vaak. En daarom was Maarten ook een soort belangrijk moment in mijn eigen professionele leven. Een hele bijzondere film die het leven van een ontwerper laat zien. Wat je eigenlijk nooit ziet, waar mensen zich buitengewoon kwetsbaar opstellen. En wat niet alleen iets laat zien over het ontwerpen, maar wat ook een soort van levensles is. Er wordt mij soms de vraag gesteld van, moet er nog een stoel gemaakt worden? En ik denk het wel, absoluut, absoluut. Want hoe lang zijn we al stoelen aan het maken? 40.000 jaar? Waarom zou je dat nu ophouden? De film documents the intricate life story of Maarten van Severen, the highly passionate and devoted furniture maker who had difficulty with grappling his immense success. Ongelooflijk rakend om dat te zien, maar ook iets om te koesteren, omdat het een documentaire is die aanvult wat dat een, niet de keerzijde, maar een kant van wat het is om als designer hier in Milaan een bepaald succes te bereiken. Shortly after his highly acclaimed recognition by furniture producer Vitra, Maarten succumbed to a fatal addiction. Vanaf 2000 is Maarten gaan wonen in het atelier. Yeah, it's a very touching movie, and for me to see it, it's also a little sad. Like, you see how this person also suffered and how short the life was. You know, I've admired his work for a long time, but to see a documentary was a whole other experience and appreciation. One of the best documentaries I have seen in a long, long time. It was extremely touching. The viewing of the documentary was an honoring experience for those close relatives. Zeer confronterend eigenlijk. Vooral omdat ik Maarten en al zijn gedaantes terugzie. Op 1 uur tijd zie ik hem op grootscherm van jonge god tot naar heel ziek man. Ik weet dat nog allemaal dat dat gebeurd is, maar achter die fysiek zit ook een heel verhaal dat wij alleen kennen eigenlijk. En dat maakt het zeer moeilijk. It's very inspiring, even for me in my daily job. It reminds me, I get that feeling in my tummy of what I like about design. So. Hans Lensveld is committed to the narrative of Maarten's legacy and that it is shared in a way that cements the origins of the designs that he will be producing. Dus de serie die hij geproduceerd heeft tussen 1988 en 1995, die gaan wij maken op precies dezelfde manier. Volgens Vitra was dat niet realistisch. Fuck. Maak mij dat daar godslaan uit.